En ik moest er met de trein of met de fiets naar die baan toe trainen, trainen op de weg. In de winter, hè, met fietsen, met spatborden hadden we mee. En afhankelijk, als de sneeuw niet te dicht was, rijden we dan toch op de wegfiets. Nou, daar hebben we eigenlijk leren hoe je om moest gaan. En John Krijn, met zijn ervaring, die hij al meer had als ons, die begon ons te vertellen van, nou, wat zit dit, wat zo, weet je. Dus ik heb een hele mooie opleiding gehad eigenlijk als jonge baanrenner. En daar reed ik eigenlijk ook voor het eerste keertje, we reden toen al, tegen die staatsamateurs, de nacht van Berlijn. En die was 6 uur, we reden duister een keer rond. Op dat baantje van 172 meter op de koppenkoers al, maar de koppenkoers dat was in Nederland. Je kon alleen maar in Dortmund of in Antwerpen trainen. Ja. Dus wij leerden daar het vak eigenlijk. Ja. En zo, kijk, zou je voor de jongeren onder ons even kunnen vertellen hoe die zesdaagse eruit zagen? Want Fred zegt 144 uur achter elkaar op de fiets. Hoe ging dat in die tijd? Nou, de meeste echte zesdaagse. En, daar heb ik een denk zo'n 55 van gereden. Die begonnen 's ochtends om 12 uur allebei. En als we massa hadden om 1 uur, dan ging je op de fiets rijden. En dan was het om 2 uur of 2:30 waren de eerste sprinten. En dan moest je op de baan rijden. Dan reed je een trainingspak rond of wat ook maar. En dat ging zo door totdat de eerste sprinten waren. Die waren dan om 2:30, 3 uur. En dan tot 5 uur, 5:30 was dat. En dan mochten we een uurtje van de baan af, omdat de amateurs dan mochten warm rijden en die moesten dan een uurtje rijden, koppenkoersen. Maar wij rijden dan weer 's nacht door tot 5 uur 's ochtends. Zo gauw die van de baan waren om 6:45. En soms 7 uur, dan was het weer tempo en doorrijden. En hoe deed je dat met slapen dan? Nou, als we om 5 uur klaar waren, dan sliepen we meestal onder de baan, dus niet op de baan. Want die boxjes die op de baan waren, die waren voor de loopjongens. En wij liepen dan onder de baan, meestal met stapelbedden en zo. Ik heb geen foto's naar banen, maar gewoon in zo'n ruimte zaten we bijvoorbeeld met 15 man sliepen we met de ramen open in de winter. En het toilet was 1 kilometer weg, dus er werden emmers neergezet. Ja, maar zo was dat. Want ja, tot 5 uur geleden kon je geen trek meer om te lopen, bijvoorbeeld in die hal even leven. Dus zo was dat. En dan ging we de hele winter door. En ik kan me er 1 keer herinneren dat we in Antwerpen, daar reden dan met z'n drieën. Dan moest je een keertje melden. Dat was Karel Kaars, was zo'n wedstrijdleider. Moesten we om 10 uur op de start op de fiets zitten. Terwijl om 1 uur of 1:30 pas de eerste sprinten waren. En dan ging het ook door tot 5 uur. Maar in Antwerpen zat elke dag 25.000 mensen. En als we naar boven reden, smiddags rondrijden met de benen op stuur zo. Dan begonnen ze al te roepen, heel leuk, en rijden. Want ze vonden natuurlijk dat we te veel geld verdienen ook. Want als je de baan rijdt, verdien je geld. En je kon was ook beter op de baan dan op de weg, dat moet ik wel bij zeggen. Maar dan begonnen de mensen al te roepen, heel leuk, je moet moeten rijden, weet je wel. Dus dat, niet dat het echt gelijk iets was om te gaan rijden, maar het was wel zo. Ja, de druk stond er dan wel weer graag op. Maar dat belandde je in die 6 dagen misschien ook naar je successen die je had met dat steden, denk je, toch ik 2 keer. Ik reed altijd vanaf die tijd dat ik met John op stap geweest ben, want zo is het daar begonnen. Ja, amateurs is daar in Zürich, in Antwerpen, in Gent. Dat werd een beetje gestimuleerd, alleen dat viel niet mee om erbij te zijn natuurlijk. Wel als je een keer gewonnen had, dan begon het pas makkelijker te gaan. Maar als je naar Gent wilde rijden, ja, Oscar Dames, dat was een trainer, coach en baandirecteur was hij. En die had het liefst dat hij al zijn pupillen in mijn jongens moeten rijden. En niet die Hollanders, weet je wel. Dus daar kwam eentje die aan de grens woonde en heel veel supporters meebracht, die bracht hij wel mee. Die mocht dan wel rijden, maar jongens van boven Amsterdam of rondom Amsterdam, die zag je helemaal niet zitten. Dus je moest je mazzel hebben dat je erbij kon komen door je succes. Ja. En dat was op een gegeven moment zo. Ik heb met Bongers heel veel strijd moeten leveren met de amateurs in Zürich. Ik heb met Harry Jansen gewonnen in Berlijn een keer. Ik heb met Bongers gewonnen in Amsterdam, weet je wel. En zo probeer je overal binnen te komen. Ja, dan gaat het lopen. Ja. In je